Breda Nu. Je weet het meteen. Van zaterdag 23 juni tot en met zondag 1 juli wordt in Breda het hockeytoernooi de Champions Trophy gespeeld. De sleuteloverdracht hiervan vond eerder deze week plaats met wethouder Paul de Beer. Maar ik ben heel erg blij dat we hier nu staan om de voorbereidingsfase om te zetten naar de toernooifase. De Champions Trophy is eigenlijk een soort mini-WK voor de hockeysport. De 6 beste hockeylanden die spelen tegen elkaar voor een beker, voor de Champions Trophy. En dat vindt dus vanaf aanstaand weekend in Breda plaats. Het is een mooie mijlpaal, want ik weet nog dat we 2 jaar geleden is eigenlijk een beetje het idee ontstaan. En een jaar geleden hebben we echt een bidboek ingediend, dus echt aangegeven bij de hockeybond dat we dit willen. En als je dan nu hier staat, een paar dagen voor het toernooi, met zo'n lange voorbereidingstijd, dan geeft dat wel een goed gevoel natuurlijk. Nou, het begint nou echt een beetje werkelijkheid te worden. Eerst is het echt iets van 8.500 man, waar gaan we die neerzetten? Maar nou je dit ziet, denk je van het wordt echt een fantastisch gebeuren. Het komt echt naar Breda. Dus het is natuurlijk heel fijn en heel mooi om te zien. We zijn natuurlijk al weken met de andere clubs mee bezig geweest. En dan zie je binnen de laatste 2 weken is het ongeveer dat ze echt zijn begonnen met de opbouw. En dan gaat het enorm snel. En hoe ze dan zoiets kunnen wegzetten op een club, op een gewone hockeyclub in Brabant, is echt fenomenaal. Nou, hoe onderscheidt de Champions Trophy nou zich eigenlijk van de normale hockeytoernooi, behalve dat het dan internationale spelers ook nog meedoen? Nou, een jaar geleden was het EK en dan zie je dus dat er nog best wel landen tussen zitten. De verschillen tussen landen zijn nog best groot. Bij een Champions Trophy zijn de verschillen zo klein, want het zijn echt de 6 beste hockeylanden ter wereld die tegen elkaar spelen. Dus iedereen kan van iedereen winnen en het is gigantisch spannend. En het is altijd de topsfeer, maar in Breda gaan we de beste sfeer ever neerzetten. Ja, ten eerste krijgen we natuurlijk de beste van de hele wereld. Mannen en ook, wat heel leuk is natuurlijk, de vrouwen die ook hier wedstrijden komen spelen. Ter voorbereiding van hun Champions Trophy in China. Dus voor ons de club, voor de jeugd vooral, weet je, ze kunnen hun helden hier zien. Of het nou India, Pakistan of natuurlijk Nederland, België, echt geweldig. Breda Nu. Je weet het meteen.